Deze kocht ik voor mezelf als cadeau toen ik echt iets te vieren had. Ik weet nu alleen even niet meer wat het was. Hoe groter je sleutelbos, hoe ouder je wordt. Wat ik een nadeel aan deze tas vind, dat de verf een beetje loslaat. Of mensen naar de maan kunnen sturen en zo. En niet een iPhone-oortje kunnen ontwikkelen dat niet in de knoop gaat. Hallo, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En over nieuwe dingen gesproken. Ik heb een nieuwe tas in mijn leven. Al een tijdje. En ik dacht, het is leuk om jullie een beetje meer te vertellen over mijn nieuwste designer aanwinst. Want ik krijg er altijd veel vragen over. En ik dacht, het is tijd om weer eens een What's in my bag video op te nemen. Ik heb dus echt wel het idee dat hoe kleiner je tas is, hoe beter je nadenkt. En hoe groter die wordt, hoe meer je erin gooit. Voor mijn doen is dit best een groot tasje, want er past heel veel in. Eerst even over de tas. Hij is van Balenciaga, van een nieuwe zomercollectie. En hij kostte 1095 euro. Ik heb hem met een flinke korting kunnen kopen. Maar dat is natuurlijk wel ongeveer de prijskategorie waarbij je bij Balenciaga tassen aan denkt. Dit is de Bazaar Shopper. En zoals je ziet heeft hij ook echt zo'n klassieke shopper vibe. En wat ik er zelf heel fijn aan vind is dat hij gewoon groot en vierkant is. Dus alle ruimte wordt maximaal benut. Je hebt geen gekke hoekjes of ronde vormen waardoor je bepaalde ruimte niet goed kan benutten. Deze tas heeft korte hengseltjes waarmee ik hem of in mijn elleboog of gewoon in mijn hand draag. En een vrij lang hengsel, dus hij hangt bij mij best wel laag op mijn heup. Vind ik wel heel handig. Ik vind echt dat elke tas dat moet hebben. Een lang hengsel en kortere hengsels. Ik heb gekozen voor deze zilveren kleur omdat metallics heel erg van nu zijn. Maar eigenlijk elk seizoen wel terugkomen en echt bij alles passen. Als je nou een tas wil die niet basic zwart is, maar wel wat opvallender, maar ook nog een veilige keuze, dan is metallic echt wel een slimme zet, want dit blijft gewoon altijd goed. Je kan het elk seizoen dragen, het staat bij bijna iedereen, dus ik ben daar wel groot voorstander van. Ik vind deze dan wel heel leuk, omdat het bijna een beetje aluminiumfolie lijkt. Iemand dacht ook dat het een klein vriestasje was. Vond ik heel grappig. Ik sta op Fashion Week helemaal omsliep. Voelde me helemaal goed. Toen zei iemand, wat leuk dat je zo'n vriestasje mee hebt genomen. En ik zo, it's Balenciaga. Wat ik een nadeel aan deze tas vind, het enige nadeel eigenlijk, behalve dat ze natuurlijk ook wat prijziger zijn, is dat je bij metallic tassen heel vaak krijgt dat de verf een beetje loslaat of gaat bladderen op stukken waar je het leer veel beweegt. Dus je ziet dat hier een beetje basjes in komen en dat gebeurt ook op de hoeken. Nou ben ik niet extreem voorzichtig met mijn spullen of met mijn tassen. Maar ja, dit vind ik wel jammer dat dit zo snel gebeurt. Want het maakt het toch een beetje cheap dan altijd. Dus dat had voor mij niet gehoeven. Maar verder ben ik helemaal obsessed en vind ik dit echt het allerfijnste model en formaat voor everyday. Als ik nu ook kijk wat er allemaal in zit, zit mijn tas ongeveer tot hier vol. Dus er kan gewoon nog heel veel bij. Als eerste wat ik tegenkom, wat ook meestal bovenop ligt, is mijn iPhone. Dit is een 8 Plus, de rosé gouden. En ik vind dit een hele fijne telefoon. Ik weet me dus ook niet echt raad meer als ik nu met een kleine iPhone iets moet typen. Want het lijkt gewoon zo klein en die toetsen zitten zo dicht op elkaar. Dus daar raak je toch snel aan gewend. Ik kom van alles tegen, maar ik pak het maar even random eruit. Tweede is een mini baby versie van de 8 Hour Cream van Elizabeth Arden. Wie mijn video's vaker kijkt weet dat ik hier mega fan van ben. Dit is het lippenspul dat ik denk ik al 10 jaar gebruik. Ik ben nog nooit iets tegengekomen dat zo goed werkt als dit. En toen zag ik laatst dus dat ze van deze gezellige minis hadden. Want heel veel meiden die kennen die sjouwen altijd met die enorme tubes. Wat gewoon formaat tandpasta tube is en dat vind ik echt te veel. Dus dit is fantastisch. Dan kom ik een weerwar aan kabels tegen. Dit vind ik dus wel een dilemma. Hoe kan het dat we gewoon mensen naar de maan kunnen sturen en zo? En niet een iPhone-oortje kunnen ontwikkelen dat niet in de knoop gaat. Of een kabel. Ja, er zijn natuurlijk draadloze oortjes, maar die schijnen ook niet zo chill te zijn. Ik heb altijd in mijn tas een iPhone-oplader of gewoon zo'n losse kabel die ik dan in mijn laptop prop bij me. Zodat ik mijn iPhone op kan laden. Ik vind het toch wel een fijn idee dat ik altijd Spotify heb of een Uber kan bestellen of iemand kan bellen en niet zonder stroom komt te zitten. Dus dat heb ik altijd bij me. Oortjes, ja eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik ben natuurlijk best wel veel onderweg, dus ik probeer dan veel belafspraken tussendoor te plannen. Of met mijn agent te bellen om even de planning door te nemen of wat dan ook. Of met meiden uit mijn team te bellen. Of gewoon lekker muziek te luisteren of een podcast. Dus oortjes, ja dat is voor mij wel, ik denk wel de nummer 1. Dan dit supergezellige roze Gucci kaarthoudertje. Deze kocht ik voor mezelf als cadeau toen ik echt iets te vieren had. Ik weet nu alleen even niet meer wat het was. Of mijn SBS-contract wat ik had getekend. Mijn verjaardag of zo. Nou, volgens mij dat contract.
In ieder geval iets om te vieren en wat ik graag wilde markeren met een mooi item wat altijd een herinnering zou hebben en speciaal zou zijn. Die herinnering is dus een beetje vervlogen, maar oké. Hier ben ik heel blij mee. Blijft ook best wel mooi. Ja, de randjes en zo worden natuurlijk een beetje smoeselig omdat je dit elke dag aanraakt. Maar ik vind dit nog steeds een hele leuke, hele vrolijke kleur. Dan kom ik hier een zonnebrilhoes tegen. En dit hoesje is van Olly Quinn, wat een merk is in Engeland, wat heel betaalbaar is. Echt hele betaalbare brillen maken ze. Er zit een andere bril in van Mango op dit moment, een leuke cat eye. Dit hoesje is echt een game changer. Zo is het een hoesje. En dan denk je, hoef hem even niet. Kan je hem zo opvouwen en dan neemt hij veel minder plek in je tas. Als je bijvoorbeeld je bril op hebt. Vind ik zo chill en zo slim dat ik dit nu voor alles gebruik. Dan kom ik hier ook allerlei losse bonnetjes tegen. Zara. Het lijkt op dat er een shoplog aan zit te komen. Dan mijn vlogcamera die eindelijk is gemaakt. Ik had altijd heel gênant van die washi tape overal zitten om de boel bij elkaar te houden. Omdat die schroefjes dus altijd loslaten. Maar nu had iemand het briljante idee om gewoon naar de hardware store te gaan en iemand om die schroefjes te vragen. Want bij camerawinkels konden ze dit allemaal niet maken. Nu is het gewoon weer helemaal terug de oude. Verder is dit wel een heel lekker cameraatje. Ik heb de Canon G7X en heel veel vloggers hebben deze. Het is gewoon een prettige, lichte, best wel goede camera die goed scherp stelt, mooi met licht omgaat. Dus ja, ik vind deze wel prima. Dan wat beauty spulletjes. Eigenlijk neem ik in mijn tassen altijd een paar dingen mee waarmee ik mijn hele full face look weer kan herstellen. Dat is een concealer. Deze is van Charlotte Tilbury. Ik had ook een hele fijne van Maybelline, maar die ben ik kwijt. Zit waarschijnlijk in een andere tas. Maar goed, een concealer dus altijd om tijdens de dag even onder mijn ogen of bijvoorbeeld bij je neus waar het weer wat roder wordt, om die even bij te werken. Dan heb ik altijd een roze, vrij neutrale lippenstift bij me. Zowel voor op mijn lippen en wat je er natuurlijk ook mee kan doen is een beetje op je ringvinger en het dan op je wangen deppen. Zodat je meteen een blush bij kan werken en eigenlijk maar één product meer nodig hebt. Ik heb namelijk geen zin om een heel toiletasje mee te showen, dus dit vind ik wel prima. En als derde heb ik dan een highlighter stick bij me. Deze is van Maybelline, hoe heet dit eigenlijk? Master Strobing Stick, klinkt fantastisch, je bent meteen een master in iets. Nou, het is natuurlijk ook een super makkelijk product dat je zelf zonder spiegel even aan kan brengen. Je zet het als een stift op je gezicht, je dept het een beetje uit, klaar. Dan heb ik nog een pen, uiteraard van Muji. Dit is een 0.5, een roze. Waarom niet, dacht ik. Uiteraard mijn sleutels. Ik heb zoveel sleutels. Dit is volgens mij ook echt het teken dat je een volwassene bent. Hoe groter je sleutelbos, hoe ouder je wordt volgens mij. Ja, wat heb ik hier allemaal aan zitten? Sleutels van het huis van Jordi. Sleutels van mijn kantoor, die zijn wel roze. Vind ik gezellig. Sleutels van mezelf, sleutels van mijn fiets, sleutel van de Linda. Oké, valt nog best wel mee. Dan, over diezelfde dingen gesproken, heb ik twee tampons. Zijn dat ze? Ja, twee in mijn tas. Dit zijn Jonies. Een speciaal Nederlands merk is dat. Waarbij er geen chemicaliën en allemaal dat soort shit zijn toegevoegd. Want dat is natuurlijk helemaal niet goed voor je lichaam. En dat zit wel allemaal in gewone tampons. En dat wil ik niet. Stay away from the veg chemicals. Hier heb ik een hand sanitizer die eigenlijk bijna op is. Met lavendel. Is dat zo? Nee, dat is helemaal niet waar. Maar er zit wel iets van bloemen in. Ik ben best wel neurotisch wat dat betreft. En ik doe dit wel een paar keer per dag op. Los van het handenwassen. Ik vind het gewoon heel fijn als mijn handen heel schoon zijn. Ook omdat ik de hele dag aan mijn hoofd zit, vind ik dat wel heel relaxed. Dan heb ik hier nog een elastiek. Onmisbaar. Altijd mijn haar vast als ik me moet concentreren. Ik heb hier ook twee losse oorbellen in zitten, wat niet een super goed idee is eigenlijk. Maar heb ik dan waarschijnlijk een keer uitgedaan omdat ik het niet meer lekker vond zitten. En soms als ik dan van een kantoordag naar iets anders door moet, denk ik, oh yes, ik heb fijne statement oorbellen bij me. Dan komt het weer heel goed uit. En dan als laatste een kleine mobiele oplader. Deze is van Bandeau. Wat ik denk wel mijn favoriete merk op het universum is. Of in het universum is. Maar ik moet zeggen dat deze charger eigenlijk helemaal niet zo goed werkt. Hij doet het misschien net een keer mijn hele mobiel opladen. En dan is het wel weer klaar. Dus je moet dit ding ongeveer net zo vaak opladen als je telefoon. En dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling.
Nou ja, het is zo gezellig met gouden stippen. En dat was een kijkje in mijn tas. En ik geloof zelf, een kijkje in de tas van een vrouw is een kijkje in haar ziel. Ik ben dus ook heel benieuwd wat jullie elke dag meesjouwen. Zeg bijvoorbeeld even in de comments wat drie dingen zijn die je altijd in je tas hebt zitten. Vind ik echt heel leuk om te horen. En laat me ook even weten wat je van deze nieuwe vriend vindt. Vergeet niet een thumbs up te doen als je de video leuk vindt en je te abonneren. En dan zie ik je heel graag heel snel weer. Doei!